Een 48-jarige man uit Arnhem is woensdagnacht gewond geraakt bij een steekincident in Malburgen-Oost. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Volgens de politie werd de man meerdere keren gestoken door een 31-jarige Arnhemmer. De man is aangehouden en wordt verdacht van doodslag. Politie meldt dat er oneenigheid ontstond bij een huis aan de Goudwinsestraat, met als gevolg de steekpartij.